Welkom bij een nieuwe Pata Statement. Vandaag gaan we naar Dennis, de Shoe Pirate in Apeldoorn. We gaan naar Dennis' huis, kijken wat hij thuis, wat voor collectie hij heeft. En dan gaan we naar zijn shop, en kijken wat voor shop Dennis heeft. Genoeg gepraat, we gaan nu naar Dennis toe. Het is veel te vroeg. Na 9:30 in de ochtend, dat zijn wij niet gewend. Ik ben al te moe om verder te lullen. Je ziet dat ik ga ervan stotteren. We gaan nu naar Dennis toe, right? Hier zijn we dan, Apeldoorn. Naar mijn man Dennis van Shoe Pirates. We gaan Dennis laten ontmoeten. Goed is dat Dennis op ons te wachten. Kijk, ik zie hem al staan. Dennis. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Vroeg voor ons, hè? Ja, veel te vroeg. We gaan even naar je huis. We kijken naar je schoenencollectie. Ja, een beetje. Kom maar goed. En dan gaan we even dalen met Dennis' shop. Dennis' Shoe Pirates. Hey. Laten we gaan. Als ik stout ben, dan moet ik hier staan. Hier zijn we dan. Bij Dennis. Nadine. Jawel. Ik zie al een paar dingen. Een ID'tje. Pak maar iets waar je trots op bent, jongen. Laten we daar eens maar beginnen. Waar ik trots op ben? Nou, ik ben wel een beetje 180 gast, man. Ik wil je wel met 180 geluid zien. Dat vind ik eigenlijk weer leuk. Kijk, wat is hier? Hier staat 180 op, hoor. Oh, kijk zo. Wel, mijn gekke. Ik heb ze allemaal van die blauw die. Voor mensen die. Denk dat pak Dennis aan. Pak de opium. Heel ziek. Wanneer was dit aangekomen ook alweer? Nou, dat is een goeie. Dit is van Union. 2005? Ja, zoiets, hè. Heel goed. 2005. Oké. Zeer mooi, zeer mooi. En ben je dan in de rij gaan staan? Hoe moet ik het zien, jij als sneakerfiek? Nee, dit was geruild. Geruild, ik ben een ruiler hoor. Want ik heb niet altijd tijd om in elke rij te staan. Dus soms moet ik gewoon ruilen. Er zit niks anders op. Want ik wil ze wel hebben. Cool. De dozen worden gegeven. Jawel. Ja, echt de begreptrift van 180. Ja, gereden. Ik zal straks nog een paar originele laten zien. Maar ja, het is allemaal wat minder natuurlijk. Hoe lang ben je nou sneakerfreak, hè? Vanaf de tijd dat ze me gek verklaarden, man. Dus dat begon eigenlijk, halverwege jaren 90, dat ik echt wel dat andere mensen andere dingen gingen doen en ik op zoek naar sneakers. Begrijp wat ik bedoel? Ik begrijp het. Dus, wat heb je in je hand in? Ja, non de game, man. Volgens mij was het de allereerste geretrode 180 die ze heel sneaky verkochten ergens in New York. Heel sneak. Correct me if I'm wrong. Ja, die moest ik gewoon hebben. Trouwens, leuk verhaal erbij. Dat ze, ik denk wel. Want ik heb ze natuurlijk weer uit Amerika, want ik was er natuurlijk niet. Hebben heel lang bij de douane gelegen, want ze waren bang. Ja, kijk, want het is Arabisch. Dat heb ik me laten vertellen, heb ik even een vriend van me die kon dit een beetje lezen. Nom de guerre. Oorlogsnaam, naam van oorlog, dit, dat. Aparte doos. Het moet Nike zijn, maar dit, ja, normaal zijn ze oranje. Dus bij de douane schrikken voor dit ding. Schrikken voor dit ding. Echt extra lang wachten. Echt, ik dacht al dat hij weg was. Nou, wat hebben we hier nog? Wat voor deze? Pegasus. Pegasus. Oh ja, kijk aan dan. Ja, kijk, dit vind ik het leukste eigenlijk.
Ja, dingen. Ja, toch? Dit is toch, ja, dit is voor mij de tijd, man. Jezus, dat heb ik weer van dit tot ja, ik heb een hele winkel vol, man, met die rommel. Dus we gaan zo even kijken. Jongen. Ja, kijk, en dat is eigenlijk mijn echte passie, hoor. Draag je alles? Nou ja, kijk, deze is toevallig niet in mijn maat. Maar ja, je ziet, voor de rest draag ik echt alles. Ja, niet alles trouwens, die niet om de game nog nooit aangaat. En ik heb ook deze nog nooit aangehad, joh. Even kijken. Ja, zou ik eens even wat 180 sluiten zien? Ja, want ik ben toch wel een beetje 180 gast, toch? Jezus. Weet je? Ja. Mijn vieze stink. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik eigenlijk doodziek dat ik die andere variant niet heb, hoor. Nog. Die rood-bruine, die echte poepkleur. Oh. En dit zijn die andere. Ja. Jawel. Jawel. Toch? Ik durf het haast niet te zeggen. Maar ik heb de bruine variant. Dat meen je niet. Tum. Ik dacht dat het nooit zou voorkomen, Tim. Meen je dat? Ja, nee. Jij hebt alles, jongen. Zieke Barry, nee, die van jou heb ik dus niet. Kijk, en dat is... Moet je eerlijk zeggen... Ik weet dat een paar mensen ook nog een roze kitrobot hebben, dus... Heb jij? Achter slot en grendel, want ik betaal echt mensen vet om dat ding van je af te pikken, weet je. Heb je de kid erover? Nee, of ja, wel die normale, maar geen... Heb je de normale kid erover, jongen? Ja, jawel. Kijk, ik ben er één, man. Kijk, en dat is nou eentje die ik niet heb. Ik zou je zeggen, in Apeldoorn, echt, ik durf te garanderen, de meeste kid robots gewoon op straat. Zonder gein. Ja? Ja, ik had er echt een heleboel. Ik had denk ik misschien 15 paar en zo. En in die tijd dat ze net uitkwamen, waren ze wel fancy. Je moest wel net even wat meer geld neerleggen. Maar die jongens kochten ze allemaal, man. Ja. Die hebben ze nog steeds aan. Ik zoek er nog steeds een. Oké. Nou, kijk eens aan. Beren 180. Oeh, ik zou wel denken, die gast is wel fan van 180, of niet? Met turtles. Jawel. Ja. Miami Cowboys. Papa, gelimiteerde jongens pak je steeds, jongen. Ja, nou, dat is toevallig omdat ik hier in deze kast zit, hoor. Dan gaan we weer even normaal doen. Nee, jongen, gaan we door. Doe een extra verhaal. Nee. Gaan we normaal. Doe gek, Ben. Ja, kijk. En dan moet ik eigenlijk toch nog even een oude laten zien. Maar dat is eigenlijk het leukst. Ja. Nee, dat zijn wel, kijk. Kijk de A-unit. Kijk het verschil. Kijk, dus ik weet niet wie bij Nike verantwoordelijk was voor deze. Die moesten dus eruit beuken. Kijk naar de Air Unit, jongelui. Dit is een kleinere maat. Prachtig. Dus dit is hem eigenlijk echt en dit is ja, nou ja. Moet hem even vasthouden. Jawel. Jongen. Nou, en die heb ik dus allemaal al in die mooie dorpjes. Ja. Weet je? Met dank kan ik af dus niet. Met dank aan Marhezen. Brabant, of Marhezen. Is het al Limburg? Is het al Limburg? Ik weet het. Meneer uit Marhezen? Dan ben ik toch weer blij met u. Met uw geweldige stash. Heb je spinnetjes? Heb je airspin? Jawel. Hou op nou. Ja, die heb ik in de winkel denk ik ook nog. Nee, dat meen je niet. Jawel. Nou, doe je engel. Camera uit. Camera uit, ongelooflijk. Wat heb ik hier al? Is wel een beetje gekrekt dan. Dat krijg je zelfs in de doos. Of ik moet ze ergens in de humidor doen, jongen. Maar zo rijk ben ik niet. Check hem aan. Slek, origineel. Allemaal gekrekt. Ja, dope shit. Dope shit. Oh, kijk eens. Deze zijn nog wel mooi. Ho. Deze zijn nog wel vet, zie je dat? Ja. Nah, niet helemaal meer. Nee. Moet ik toch wat aan gaan doen. Ja, jongens. Daarom zeg ik, draag je shit. Want draag je gebeurt shit. Er uiteindelijk mee. Ja. Ik ben van draag je shit. Dus voor al die mensen die ze shit niet dragen, kijk, dit krijg je ervan. Gebeurt dit. Ja, en wat heb je dan? Dan heb je barst in je schoen. Dus, dames, jongens en meisjes, dragen.